Wat is het gemeenschappelijke punt tussen Romeo en Juliet en mijn boek Eén mens is genoeg? Allebei vertellen het verhaal van Juliet, met de bijhorende sterfgevallen. Indien jullie zot zijn van liefdesverhalen en misdaden, moet je zeker blijven luisteren naar mijn recensie. Dit pijltje werd geschreven door het Vlaamse schrijfster Elsbeerten. Ze is geboren in Hasselt op 27 maart 1959. Komt haar naam u bekend voor? Ze was reeds meermaals laureaat van belangrijke jeugdliteratuurprijzen en won onder andere de prijs van de Gouden Uil, en is ook heel bekend voor het boek Lopen voor je leven. Els Beerten is naast schrijfster ook lerares Engels-Nederlands en expressie in het secundaire onderwijs in Vlaanderen. Ze geeft ook nog creatief schrijven in het sint joses college van Aarschot. Daarnaast gaat ze ook nog workshops creatief schrijven in Suriname en Zuid-Afrika. Haar jongste boek, Eén mens is genoeg, ligt sinds 2 september 2014 in de boekhandel. Haar verhaal draait rond Juliette, niet diegene van Romeo, maar over Juliette uit Limburg. Juliette is een klein vrolijk meisje uit Limburg, geboren in 1944. Ze heeft een oudere broer Louis en een kleine zus Mia. Ze houdt van muziek en danst heel graag. Na de plotse dood van haar vader leidt ze aan een heel moeilijk leven. Het verhaal begint dus na de dood van haar vader, waardoor haar moeder nog strenger wordt en toont weinig aandacht of liefde voor haar kinderen. Haar moeder wordt verliefd op dokter Fransen en zou zo graag meer tijd doorbrengen met hem. Haar zus Mia, die amper vijf jaar oud is, overlijdt en vergif. In, men, in een moment van het woede vermoordt Juliette haar moeder. Maar waarom? Daarna beslissen Louis en Juliette om samen een nieuw leven te beginnen. Ze heeft veel vertrouwen in haar broer, die heel veel voor haar doet, zoals muzieklessen geven. Na hun werk ontdekken ze nieuwe mensen, waaronder Wilfried. Wilfried is een jongen die van wielrennen houdt en professioneel wil worden. Later in zijn leven zal zijn vader een zwaar ongeval meemaken en kan daardoor niet meer werken. Wil Wilfried zal een keuze moeten maken tussen zijn carrière en het werk overnemen van zijn vader. Waarom vermoordt Juliette haar moeder? Welke beslissing zal Wilfried nemen en welke band ligt tussen Juliette en Wilfried? Ik laat jullie de antwoorden vinden door het boek zelf te lezen. Ik vond het een boeiend verhaal. vol mit Aventuren, Liefde und Verrassung.